klasse alweer. Tweede manche, derde omblauw. Twee ooievaars. Nummer 1 en nummer 20. Nummer 1, Nederlands kampioen open. Vrije standaard, over Nederlands kampioen in de vrije standaardklasse natuurlijk geworden in Timboer. Hij ligt nu op de derde positie in ieder geval. Louis Hoed senior. Aan de binnenkant is Hoed junior die binnen doorsteekt bij twee mensen tegelijk. En ook gelijk de leiding weer overneemt. Hoed junior, Hoed senior. Patrick Sinterbin. 6.26 komt voorbij, Jan Hardenberg. En de 6.22 van Bert Zuur. En er staat er nog één op de baan. Achterste voren. De auto zal het nog niet meer doen. Kijken of ze er allemaal goed omheen komen. Jawel. De ooievaars die drukken even een beetje op elkaar. Hoed senior. Hoed junior. De 90 van Balschoten. Patrick Sinterwin die zet hem aan de kant. 6.26 Jan Hardenberg. De 63 van Arno van der Ven. 607 van Christian Koops. Dat is het Bert Zuur. Ja, Sinterwin die gaf in de laan dat hij problemen met zijn computer had. De computer die deed niet wat hij zou moeten doen. Dat is de laatste man, Stefan Geerlings uit Grijpskerk. Hoed senior aan de binnenkant, Hoed junior aan de buitenkant. Wie heeft de meeste snelheid? Op dit moment is het nog steeds senior voor junior. En de 90 van Paul Schouten op derde positie op dit moment. Ruime afstand hebben ze genomen. Bijna een rechterstuk ten opzichte van Jan Hardenberg en Arno van der Ven. Bert Zuur en de 607 van Christian Koops. De 695. Ja, Geerlings. En dan komen de leiders alweer. Maar achterop gaan ze denk ik in. Senior voor junior. Maar die junior die gaat de aanval nog een keer inzetten. Let op, er gaat junior komen. Wil even laten weten natuurlijk dat hij over Nederlands kampioen is. Maar senior aan de binnenkant. Eens kijken wat er nu gebeurt. Nee, ze laten elkaar leven. Ja hoor, we laten elkaar leven. Junior, Louis Hoed, junior 1. Hoed, senior 2. Op de derde plek was het Paul Schouten uit Oudijk. De vierde plek is in handen van de 63, dat is Arno van der Ven. Dan is het de 6, 26 van Jan Hardenberg. Bert Zuur.